Jack slaapt heel even en ik weet meteen niet meer wat ik met al mijn ideeën en gedachten aan moet. Bart, help! Vuistje maken! Hallo, good morning! Het is vandaag vrijdag. Happy Friday! Sorry. We beginnen de dag met een hele erg kalm. Jax is vandaag 8 weekjes. En hij huilt. Moet even naar hem toe, momentje. 1 hour later. Zo, daar ben ik weer. Was Jax in slaap, zussen, Jona naar school brengen en Dexy uitlaten. En nu ben ik hier weer met het verhaal dat Jax dus 8 weken is. Toen Jax 6 weken was, toen heb ik dit schema gemaakt. Dat heb ik ook aan jullie laten zien. En nu gaat dit schema weer weg. Want hij heeft al 2 nachten doorgeslapen. Jawel, gewoon echt tot 7 uur 's ochtends. Oh, wat heerlijk zeg. En het ging gisteren ook zo goed met hem. Echt gewoon om de 3 uur voeden. En verder was het gewoon echt een rustig kind. Hij had wel een huiluur. En dat was weer de avond. Zo tussen 9 en 10 was hij alleen maar aan het huilen. Maar verder, oh wat een heerlijke dag. Ik ga echt proberen alles zo vol te houden zoals gisteren. Gewoon heel veel slapen. Heel veel rust. Heel veel reinheid en regelmaat. En dat allemaal uit mijn hoofdje. Dus gewoon de 3 uur omhouden voor de voedingen. Aanhouden voor de voedingen. En verder, gewoon zo, proberen zoveel mogelijk te slapen. Ja, net heeft hij lekker gedoucht. Hij ligt nu ook even te slapen. Hij heeft geen koorts gehad door de vaccinaties. Dus het gaat super goed. En hij mag weer ingebakerd worden nu na de vaccinaties. Dat is ook wel fijn. Verder moet ik vandaag foto's maken voor Bart's bedrijf. Jola die heeft een feestje van een vriendinnetje. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Niet zoveel boeiends. Zo, ik heb 2 pakketjes die ik aan jullie wil laten zien. En deze gaan allebei mij het leven als moeder van een babytje wat niet zo makkelijk in slaap komt, heel veel makkelijker maken. Nummer 1 is een draagdoek/draagzak. Ik heb ook al de stokken zak. Die vind ik iets wat mannelijker. En ja, ik merk toch wel dat ik hem best wel zwaar vond. Ik wil eigenlijk een zak waar ik hem nog strakker om me heen kan doen. En daarbij kwam ik deze tegen. Dus deze wil ik heel graag gaan uitproberen. Sorry mama als je dit ziet. Want mijn moeder die is ook ontwerpster van draagdoeken. Alleen die draagdoek. Daar moet ze mij echt nog even bij helpen. Want om dat ding, dat lange ding aan te krijgen, ben ik nog steeds in gevecht en in stress. Dit is waar iedereen het over heeft. En ik heb ook al de pukkenbaby. En over de pukkenbaby ben ik ook erg tevreden. Want inbakeren is gewoon een uitkomst. Dit boekje heb ik er ook bij gekregen. Super lief. Slapen als een baby. Ga ik zeker lezen. En dan ga ik jullie ook zeker nog wat over vertellen. Over wat ik van deze tips vond. En dit zijn dus de Paco doeken. 1 gewone en eentje voor in de zomer. Dus I will get back to you over hoe dit werkt. Ik ga ze gebruiken. Ik geloof dat ik ze eerst een aantal keer moet wassen. Dus dat ga ik dan maar meteen erin gooien. Zodat ik jullie ook zo snel mogelijk kan laten weten wat ik ervan vind. En dat het werkt. Nou, dat was echt super simpel. Het is echt wat voor mij. Simpel, past bij mij. Oh. Serieus, ik heb hem echt net 5 minuten om en hij slaapt. Ik hoor hem ook goed ademen, dus dat voelt goed. Dan kan ik goed controleren of het allemaal goed gaat. Ik ga dit eventjes in koud water zetten. Dat stond in de bijsluiter. Normaal ben ik niet altijd zo van goed de bijsluiter lezen. Maar met dit soort artikelen wel. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dat het goed gaat. Deze kreeg ik trouwens net van een collega van Bart. Maar hoe leuk is dit koffertje. Echt super schattig. Zei ja voor de eerste keer dat hij gaat logeren. Nou, dat gaat nog even duren. Want dat lijkt me toch zo eng. Ik ben weer eens op de slaapkamer met de camera. Dat vergeet ik elke keer. Dus ik
daarom film ik ook nooit wat ik aan heb. Toch ook best wel jammer. Ik heb vandaag een superleuk topje aan van Vans. Yay! Ik heb hem pas net aan, want ik moet ongeveer 6 keer een nieuw topje aan per dag. Dan heb ik een broek aan die veel te heet is, maar de enige is die ik eigenlijk een beetje goed pas. En verder heb ik nog een spijkerbroek, die pas ik ook goed. Maar om dan elke keer in dezelfde spijkerbroek te lopen met bloemen hierop, plus die niet overal bij past, is ook zo overdreven. Ik heb wel weer even een jurkje gekocht via United Wardrobe. Die wilde ik heel even laten zien. Oh ja, dat kan ik hier doen. Ik was alweer vergeten. Dankjewel voor degene waar ik ervan heb gekocht. Ik vind hem super leuk. Het is een heel lekker stofje. Heet het suede? I like it. En verder gewoon nog even wachten tot dit misschien een beetje afgewerkt is nog. Het gaat echt reet snel hoor. Ik denk ook door de borstvoeding en gewoon überhaupt gaat reet snel. Dus ja, ik verwacht gewoon dat ik deze zomer weer allemaal oude kleding aan kan. En verder is het trouwens een zootje hier, want ik ben dus nog steeds de winterkleding aan het opruimen. Dit gaat allemaal weer naar de zolder toe. Dit is Bartse bende. Je kent het wel. Oh ja, deze, die gaan weg. En we gaan een soort makeover doen in de kamer. Dus hier gaat iets vets komen. Het staat hier al klaar. Spannend, hè? Dit moet ook allemaal naar de zolder. Dus dan moet Bart nog even zo ver zien te krijgen om het allemaal hierheen te gaan tillen. Maar meer over die makeover later, want er zijn nog wat dingen die ik nodig heb van de IKEA voor deze makeover. Roomtour, waar jullie allemaal zo op aan het wachten zijn, die ga ik echt doen. Maar eerst ga ik even deze slaapkamer reorganiseren, remaken. En dan wil ik Jack slaapt heel even en ik weet meteen niet meer wat ik met al mijn ideeën en gedachten aan moet. Maar god. In ieder geval, daar ga ik dan ook een muur verven. Maar alles op zijn tijd. Eerst eventjes rustig aan weer. Want rust en regelmaat, daar tijd is nu allemaal om. Dit is de bovenkant. Wanneer doen wij dit? Vuistje maken. Vuistje maken. We maken altijd een vuistje als we herinneringen hebben. Als wij iets meemaken. Wat we heel graag in onze herinnering willen houden, wat heel belangrijk of mooi en vooral een mooi moment is voor ons, dan maken we een vuist. En daar denken we dan als we pijn hebben bijvoorbeeld ofzo. En daar denk je dan, ja, dan denk je dan op dat moment aan dat je het aan het beleven bent. En doe je ogen dicht, dan maak je vuist. En doe je net alsof je de herinnering eigenlijk vasthoudt in die vuist. En op het moment dat je dan een keer niet zo lekker in je vel zit of gewoon een rotdag hebt. Of je wil gewoon aan dat fijne moment denken. Dan maak je weer die vuist. En dan denk je weer aan dat moment. Of zoals bij het strand bij Spanje. Ja, daar hebben we het gedaan. Hè? Toen we in de zee zaten. En als ik dan nu een vuist maak, denk ik weer aan dat moment. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hallo, lieve schat. Hoi. Hoi. Jax heeft eerst lekker geslapen en toen lekker gedronken. En nu is hij even in zijn vrolijke modus, hè? Ja. Hoi. 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 Joh, hoe ben jij aan het drinken trouwens? Zo, ik heb vandaag even een make-uploos dagje en ik loop er zo bij de hele dag. Gewoon lekker, heerlijk. We gaan de deur niet uit omdat we gewoon echt eventjes aan Jack's ritmetje willen werken. Met dit boekje ben ik echt al heel ver gekomen. Ik had hem gisteren al laten zien en ik geloof dat ik hem al bijna uit heb. En ik ga hem nu ook door Bart laten lezen, zodat hij ook alles over weet. Want ik vind dit echt een super fijn boekje. En ik heb nog wat leuke kleertjes van My Jewelry. Die wil ik ook nog even gaan passen. En hier zitten hele leuke oorbelletjes in. Zo leuk. Dit is een ringetje. En dat prikt niet in je hoofd wanneer je even gaat liggen. En als je een kindje hebt, dan ga je heel vaak overdag even liggen. En nu prikt er niet een staafje. Dus vandaar. Kennen jullie nog dat verhaal? Van dat gezinnetje wat een dag binnen bleef. Dat zit nu in de auto. Ja. In de auto. Nou ja, weet je wat het is? Jax heeft de hele dag goed geslapen. Het was 4 uur. En we moeten echt heel even wat halen bij de IKEA. Ja, het is voor haar. Geen Ferrari. Wow. Wat? Ferrari? Ja.
En het is ook wel lekker hoor, om even in die airco te kunnen zitten. Man, wat is het warm. Vooral bij ons in huis, omdat we zo'n glazen dak hebben. Het is gewoon een broeikas. Hé, hey, ligt een visje op. Nou, daar hou je niet van. Dit is gewoon vast, hè. Dan schiet je als het wordt. Welkom 2018. Gaat ie? Ja, yes. Kijk Bart, daar denk ik aan om op onze muur te doen. Die kleur. Nee. Ja, dat is super mooi. Iets meer blauwig dan. Nee, dat is te donker. Wel, dat is mooi. Wil je dat op die grote muur beneden? Ja. Even nu maar in typo. In typo. Ik snap het natuurlijk helemaal niet. Oh ja. Met wie spreek ik? Hoe maakt u het? Verkeerde datum. Verkeerde datum. Ik ben eigenlijk wel. Oh, dit is zo lekker. Kaneel. Jullie altijd met z'n tweeën. Nee, we hebben geen kaarsen nodig. Ah, maar we hebben geur. Het is alleen nu hoor, die geur. Het gaat gewoon weer weg. Retro. Beetje retro. Vooral deze kleur vind ik mooi. Maar ja, daar kunnen wij niks mee. Het past echt totaal niet in ons huis. Jax had even genoeg van de Maxi Cosi. Gelukkig heb ik deze ook bij me. Hij is heel eventjes wakker. Maar hier is het vrij rustig. Dus nu is het niet zo erg meer. Okay. Hier, kledinghangers. Schat. Sorry, ik heb echt geen oog voor kledinghangers. Oh. Hier een klein mannetje. Hey. Bart, help! Gelukkig hebben we onze sterke Bart bij ons. Yeah! Nou, dit gaat echt wel passen in de auto hoor, jongens. Bart en Jol die zijn heel eventjes naar binnen en we zijn aan het laden bij Tesla. En Jax is ook even lekker aan het opladen, want die is aan het drinken. Worden wij zo wakker gemaakt? Ben jij gelukkig mannetje? Hey. Ja, hé. Hey. Ben je zo gelukkig? Heb je lekker geslapen? Ja. Oh, hij heeft zo goed geslapen. Ja. Bijna 7 uur, hè? Mannetje. Ja. En toen 's ochtends weer. Hé, hey, hij zwaait. Hé. Hey. Gekke ouders. Ja. Ja. Nou, goedemorgen. Dit is zondag met een gesprekje tussen vader en zoon. Hé? Hey. Non-verbale communicatie. Zo, hello, good morning. Ik ben er weer. Het kost me wel steeds meer moeite om een beetje fris eruit te zien, maar oké. Okay. This is me, met het truitje van Noppies. Borstvoedingstruitje, altijd handig. Broekje van My Jewelry. Net zoals die jewelry. Deze heb ik ook. Superleuk, maar die is een beetje te warm voor nu. Vandaag komt mijn familie uit Brazilië. Een gedeelte daarvan, niet allemaal. Dit is mijn nichtje, Soraya. Soraya Lomans. Daar ben ik heel trots op, zo'n mooie nicht. En dit is mijn oom uit Brazilië. En mijn omaatje. En mijn oudere tante. Nu heb ik een nieuwe tante. Maar de oude is er ook nog. Oh, lekker in omi's draagdoek. Ah, oh, lekker zonnen. Oma Miesje heeft er tandenborstel mee. Hey joh, zit je lekker met Jax? Ja. Ah, het is schattig. Ik heb wat heel graag. Dat is net ook gaan kijken. Nou, laat maar zien. Ik kan hem zo optillen. Ja. Wow, oh nee. Jax. Hey, oh Jax, oh Jax. Oh nee, zijn nekje is gebroken. It's a prank. Oh, het is een neppert. Het is een neppert. Zo, nou we hebben ons toch even laten overhalen om mee te gaan. Dus we gaan heel even wat eten bij Pliek. Althans, ik noem het altijd pliek, maar ik weet niet of het zo uitspreekt. Plik. Plek. Plek. P-L-L-E-K. Oh.
Hopen dat er plek is. Oh. Denk het niet. Op zondag met 27 graden. Er is genoeg plek. Een soepje. Het was broccoli soep. En nu gaan we weer, Bart, die komt eraan. We gaan weer verder met het bed. Was even uitgevallen. Maar ja, we gaan verder met bed. We hadden de camera vergeten uit te zetten. Maar ja, met het bed gaan we nu verder. En Bart die komt eraan. En ik ga hem laten schrikken. Ik ga hem pranken. Ga ik zo achter die kast zitten. En de kast ga ik daar achter zitten. En dan komt hij zo naar boven lopen en dan poof, wow! Nou, ik had je nog zakken. Niet zo, maar ik bedoel wel dat je zou schrikken. Nou, Jel, de bed is klaar hoor. En... hier kan nog een matras naast. Twee persoons bed. Bam. Ik heb zo'n beetje de hele avond rondgelopen met Jax in de draagzak. Heeft hij lekker in geslapen. Alleen nu is hij wakker. Nu is zijn huiluurtje begonnen. Dus ik ga hem er lekker uithalen en eventjes verzorgen. Hij gaat nog eventjes onder de douche met Bart. Alle updates over de pakkoedoek, hoe die bevalt, dat soort dingen allemaal. Kijk gewoon even naar de andere vlogs. Abonneer als je het nog niet bent, dan blijf je op de hoogte van alle andere vlogs. En ik zie jullie snel weer. Bye bye!